Het ministerie van Justitie en Politie heeft vanmorgen feestelijk de oplevering van de eerste fase van het jeugdcorrectiecentrum JCC gehad. Het JCC is bestemd om jeugdigen tussen 12 en 17 jaar die in aanraking zijn gekomen met justitie te huisvesten. Volgens Shoshina Acton, beleidsadviseur belast met de coördinatie van het JCC, was 45 jaar geleden een vleugel gebouwd in Santo Boma dat voor jongeren bestemd was. Het huisvestingsprobleem is met de oplevering van de eerste fase nog steeds niet opgelost, benadrukt Acton. Regilio Blij, diensthoofd van het Korps Penitentiaire Ambtenaren KPA, zegt dat de bouwcel van het JCC het ministerie dwingt aan capaciteitsversterking te werken. Het is de eerste fase. En we hebben gezegd, in de eerste fase moeten we de belangrijke basis hier zo alvast neerzetten. En dat is de school. En deze twee gebouwen die zijn helemaal bestemd voor de school. Dus daar gaan we eerst mee beginnen. Dat de kinderen van achter die muren hier naar school gaan. En we gaan verder werken, dames en heren. En dat betekent dat wij hier, we moesten gefaseerd werken. Een tweede fase ingaan waarbij wij het moedergebouw, want er zal een directie hier moeten komen, en de keuken willen gaan opleveren. De personele bezetting zal zoals er nu naar uitziet intensief zijn. De discipline zal moeten worden gehandhaafd en met de tijd en naar omstandigheden moeten worden aangepast. Ik kan bijna met zekerheid aangeven dat de penitentiaire ambtenaren die in de afgelopen periode in het JCC waren ingedeeld, zeker hun disciplineplaatje hadden opgemaakt. Roy Bainat Pandey, procureur-generaal bij het Hof van Justitie, zegt dat niet alleen kinderen in detentie aandacht eisen. Ook kinderen in crisis of andere huiselijke situaties moeten de nodige aandacht krijgen. U hoort ook Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie, die aangaf dat alleen in uitzonderlijke gevallen een gevangenisstraf wordt gegeven aan kinderen die in aanraking zijn gekomen met de justitie. En we moeten daar nog verder doorstappen. En wanneer ik de ministeries heb genoemd, en ik mij zeker weet dat het niet alleen maar deze ministeries zijn die ik net heb genoemd, dan verlaat ik dat blik even naar de publieke sector en ik kijk ook naar de private sector. Waarin wij ook goed functionerende personen en instanties hebben in het private domein. Mevrouw Hart zit hier. Die wij ook in partnerschap moeten gaan betrekken met de overheidsactoren. Om schouder aan schouder mee te helpen uitvoeren initiatieven die erin moeten bijdragen dat kinderen in crisis hulp kunnen krijgen. En het opsluiten van kinderen is een uiterste maatregel. Het is meer dan een dwangmaatregel voor het kind. Maar als de noodzaak is, dan moet het in een daarvoor geschikte locatie welke voldoet aan alle daar bepaalde regels en ook conform het kinderrechtenverdrag plaatsvinden. Dames en heren, zoals eerder gezegd, 12 jaar geleden hebben we in ons land het multidisciplinair centrum Obadoen in gebruik genomen, waar de kinderen in voorarrest worden gehouden. Tot op heden ondergaan de kinderen die gevangen zijn hun gevangenisstraf in het jeugdopvoedingsgesticht, welke gehuisvest is in het penitentiaire inrichting te Santo Boma. Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie en daarvoor Roy Bainat Pandey, procureur-generaal bij het Hof van Justitie. Zij spraken vanmorgen bij de feestelijke oplevering van de eerste fase van het jeugdcorrectiecentrum dat staat aan de Welgedacht A-weg.